2 days today. Dat Mike zijn haar blauw gaat verven. Ja, blauw. Die lijkt nu een alpaca. Onze baby shower is Winter Wonderland. En ik heb echt de allermooiste nagels ever. Het zit echt te gek, Jules. Het is zo leuk. Mams en ik zijn bij Bloemfeld aangekomen. Want we gaan mijn baby shower outfit ophalen. Het is een sprookje. Ja, ga je lachen. Oh, wat goed. Dit is net op het filmpje. Kijk nou. Ik wil bijna mijn naam zeggen. Ja. We gaan naar Grant & Johnson. Dat is een architectbureau voor ons huis. Ga ik voor het eerst jullie onze plannen laten zien. En Jamie en ik hebben ook een huis gekocht. Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog gaan jullie voornamelijk de baby shower voorbereiding zien. We zijn speciaal in het blauw voor deze vlog. Voor deze vlog. Because it's about the baby shower. Jill gaat ook naar Den Haag voor de nagels te doen. Te prepareren voor de baby shower. Ze laat zo voor jullie het pas zien. Heel erg. Ik ga naar Bloemfeld. Ik ga naar Amsterdam. Naar Real Hair Online voor mijn haar op te halen. En Mike gaat zijn haar speciaal blauw verven voor de baby shower. En ik laat ook nog een stukje Real Mom Life hoe ik het ondervind. Nu met Livia en wat meer Livia beelden in deze weekvlog zien. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf kijken. En we hebben ook nog een update van het huis dat ik en Mike hebben gekocht. Dus dat zit ook nog in deze vlog. Dus al met al. We hebben ons best voor jullie gedaan. Dus blijf kijken, blijf abonneren. En love fijners. Al jullie verschil van nagels. Mom life. No mom life. Not yet. Not yet. Today's the day. Ik zeg today's the day. Dat Mike zijn haar blauw gaat verven. Ja, blauw. We hebben allemaal spullen voor de baby binnen. Dus vandaag hebben we een leuk grappig dagje. Ik krijg straks een vriend met blauw haar. Want hij krijgt een jongetje, zijn wel blauw haar. Dus dat gaan we doen. Heb je er zin in? Oh, maar ik zeg net dat hij niet sport. Ik vind ook dat je niet sport, maar ik denk wel dat je het heel leuk staat. This is before. Of we gaan ineens boos kijken. Oh, ik ben heel benieuwd wat het wordt. Stinky, je moet in je elleboogjes niezen. Ja, 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 je krijgt ook een appeltje. Je krijgt ook een appeltje. Hij is dol op appels. Het is net een paard. Nou, de eerste baan is gezet. Kijk of het werkt. Oké, de onderkant zit er nu in. Maar ik is heel benieuwd. Die voorkant van je haar. Huh? Die lijkt nu een alpaca. Oh, ja. Ja, die toch ook altijd zo'n kapsel. Wat aan de bovenkant bol is. Gaat de goede kant op. Ik ben lekker aan het werken op mijn computertje. Met Stinky. Nu lijkt het Grinch of een trolletje. Maar het gaat wel de goede kant op. Oh, het is echt gewoon wit. Oh, ben je zo benieuwd? Oh, wat gek. Ik heb gewoon blond haar nu. Blond-wittig is het. Alleen nog een bovenkantje. Oh, je bent nu al blond voor mijn gezicht. Zo raar. Huh? Ja, maar dit is nog niet het eindresultaat. Welke kleur gaat het worden? Oké, schatje. Wachten tot het helemaal wit is. Dan word ik straks gewoon met een andere man wakker morgen. Ja? En? You're blond, love. Ah. Nou, we gaan het nu uitspoelen. Ben je in shock? Neem nog even een slokje. Hoe lang haar heb je eigenlijk als je dat zo ziet? We're getting there! Echt heel mooi. Gaan nu de verver inzetten. It's gonna be blue. Christmas. Oh. Ik moet bevallen, stel je niet aan. Naar achter. Ik moet bevallen. Stel je moet je hoofd naar achter doen. Anders kan ze hier niet bij. Naar achter. Ja, goed zo, man. Achter. Anders zou ik dit goed kunnen zien. Het wordt wel echt een goede kleur, schat. Kijk even naar de spiegel, dan zie je het al. Het is een hele mooie kleur blauw. Hetzelfde als je jeans. Oh ja, precies. Oké, it's blue. Nee, het gaan we niet onder je lamp. Dat is niet zo verdrietig. Hallo? Ja, zo is het mooi. Het is wel gaaf voor hem op. Nou, gek hè. Kijk eens. Hoep, hoep. Nice. Mike heeft nu blauw haar. Hij heeft het niet per se voor de baby shower gedaan. Oh, dat dacht ik. Nee, hij heeft het gewoon gedaan omdat je ja, een jongen krijgt, toch? En hij wilde gewoon wat anders. En toen eigenlijk dacht ik dat het zou niet zo leuk zijn. Maar hij zegt nu dat hij nooit meer naar zijn eigen haar gaat. Nee?
Nee, dit is wel heel grappig, want nu komen zijn ogen en zijn tanden veel meer uit. Omdat hij licht haar heeft. En normaal als je dus als donker. Donker hebt, dan komt het niet zo heel erg uit. Nee, nu past het ook gewoon perfect eigenlijk, omdat jullie een jongetje krijgen. Hoe leuk is dat? Ja, dus het is wat apart, hè? Maar we zijn, ja, vinden het super leuk, zijn blauwe haar. En het is nu heel erg leuk voor de baby shower, omdat het dan ook meest wat ik ga ook blauw kunsthaar krijgen. Ja, ze vragen ook onder andere af hoe je zo'n haar dan blauw krijgt. Eerst gebleekt, hè? Nou, ja, we hebben het eerst... Het is heel moeilijk, want hij heeft echt donkerbruin zwart haar. Omdat het überhaupt te kunnen bleken. En als je het bleekt en er wordt nog een beetje oranje, dan wordt je haar groen. Dus het moest echt wit worden. Ik denk dat we zo'n 7 uur, 6 uur daar hebben gezeten. Ja, we hebben al een hele dag gezeten. En het extra geblondeerd. Gelukkig heeft hij heel dik haar. En moet ik zeggen dat het nog steeds heel dik is. Ja. En daarna hebben we eigenlijk spoeling gedaan. En is het blauw? Is het blauw? Oké, Mike en ik zitten in de auto. Deze vlog zitten we veel in de auto, want we gaan straks naar onze kleine baby kijken. Een kleine... En nu vandaag precies 30 weken zwanger. Dus we gaan een 3D echo maken en dan kunnen we kijken hoe zijn gezichtje er nu uitziet. Ik ben super benieuwd. We hebben dit al gedaan een maand geleden. Maar ze zeggen dat in deze maand dat een kindje heel veel aankomt. Dat je misschien iets meer wangetjes ziet of mondje of haartjes zelfs. En mama en papa gaan ook mee, dus dat vind ik super leuk. Dus die gaan ook de kleine bekijken. Dus er is heel veel zin in. Baby Julie. Wat? Oh, de baby. Hoe ver ben je inmiddels? Hoeveel weken? Ik ben nu precies 31 weken en 2 dagen als jullie deze vlog kijken. Laat even je leuke buik zien. Vind ik zelf ook zo leuk dat ik dat in de vlogs heb laten zien. Dan kan je altijd terugkijken. Kijk nou. Ik wil bijna mijn naam zeggen. Ja. Dat mag niet. Nee, op zich heb ik wel echt al een buik. Sommige mensen vinden van niet, maar ik vind het eigenlijk van wel. Ik heb echt wel een mooie buik al. Ons lieve jongetje zit hierin. Ja, ik heb ook al van die zwangerschaps-BH's aan. Omdat het snijdt. Ja, dat is nu echt tijd. De laatste fase ben je in. De derde trimester. Het vrouwelijke gaat er een beetje af op het laatste moment. Maar goed. We kunnen niet wachten helemaal omdat dit jaar weer is. En we zijn zo benieuwd aan hoe dit jongetje er weer uit gaat zien. Nee, dus het gaat zwanger nog steeds wel goed. Alleen ik heb gewoon heel erg last van overgeven en andersom, zeg maar. Dus ik moet gewoon heel erg letten op wat ik eet. En ja, voor de rest, het kleine is hartstikke gezond. Toen hebben we die 3D-echo's gehad. Ja, dat was wat ik zei, waarom ging de 3D-echo? Oh, die 3D-echo ging super. Ja, het was een beetje hectisch. Want er waren mensen mee en we moesten iemand ophalen en halen. Dus ik was vergeten te filmen. Maar dat is super leuk. Want het enige is nu, ik met 30 weken een echo had gedaan. Hij ligt al echt tegen mijn baarmoedermond. Dus af en toe kon je zijn gezichtje niet goed zien. Want eigenlijk had je het iets eerder nog. Ja, eigenlijk had ik het iets eerder. Hij is eerder ingedaald dan we dachten. Ja, dus hij ligt helemaal al beneden. Hij ligt al helemaal goed en helemaal gezond. Nou, de naam hebben we al. Ja, of namen. Het is nog niet geraden. We hadden het onder ons Instagram gevraagd wat jullie denken. En het is niet geraden. Nee. Nee, dus het is heel leuk. Het is heel verschillend. Romeo heeft echt een hele andere naam. Ik en Jules. Dus het is echt, onze persoonlijkheden zitten ook in de baby. Ja, met de Barbies erbij gecombineerd. Ja, het is super leuk. Dus eigenlijk gaat alles goed. Ik kan natuurlijk met Marie nu heel veel meekijken. Dus je krijgt nu wel meer zin. Het is wel grappig, want we zeiden al, gelukkig ben ik zwanger. Want ik denk, als ik Marie de kleine had gezien, dan had ik het heel graag ook. Had je nog meer kriebels? Nog meer. Ja, dat denk ik ook. En nu ben ik gewoon aan het kijken wat ik allemaal nodig heb. Dus ik kijk met Marie mee. Dus ik ga pas echt op het laatste moment denk ik die kamer afmaken met jou samen. Ik heb namelijk echt zoveel onze dingen gekocht. Zoals die kraamtas. Ik heb er echt weken over nagedacht. Ik heb niks uit die kraamtas gepakt. Maar ja, natuurlijk kan ik niet meer bevalling gaan. Misschien moet ik wel echt een week lang iets ziekenhuis uit. Maar dat gaan we meemaken. Maar op zich gaat voor de rest eigenlijk alles goed. Marie mist nu echt wel haar buik met de bewegingen. Dus af en toe laat ik haar dan bij mij voelen. Ja, ik heb nu echt zo'n lege buik. Je voelt geen trapjes meer. Geen leuk levend iets. Maar je hebt het nu wel elke dag in je hand. Ja, maar toch is het heel gek dat je dat niet meer hebt. Dat zou jij ook sneller hebben, denk ik, dan gedacht. Dus nu is je ook weer aan het schoppen. Ja, dat is toch te leuk. Ik wil gewoon weer. Maar die zei gisteren dat ze nooit meer wilt werken. Dat gaat dus niet gebeuren. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar nee, dat kan niet. Je zit nog in je roze wolk. Ik zit nog in mijn roze bubbel. Zo, girls, even een update vanaf mij. Livia is nu alweer 2 weekjes. Het gaat echt, ik vind het echt ongelooflijk hoe snel het gaat. En ik heb echt super veel lieve kaartjes ontvangen, cadeaus. En ik ben echt helemaal nog in de wolken. De ballonnen van Hippe Purvee heb ik nog steeds bewaard, alleen deze. Frankie is ook helemaal blij met zijn zusje, hè? Ja, ik was eerst even wennen, maar nu gaat het echt heel goed. Nou, Livia ligt in de box. Helemaal vol. Ligt ze helemaal knock-out. Dit heb ik van mama en papa Jean-Romé meegekregen. Deze heb ik van kantoor gekregen. Met de initialen. En deze zelfs van Glen Glow. Super lief. Kijk hier liggen. Ze heeft al echt al heel veel haar. En intussen dat zij slaapt, ben ik bezig met geboortekaartjes. Ik heb dit bij Lief Leuk een eigen laten ontwerpen. En dit is dan dezelfde print eigenlijk als mijn baby shower. En een beetje, zeg maar, ja, hoe noem je dat? Doorzichtig papier. Vond ik echt heel mooi. En dan wel met een gouden folieprint de naam. En dan heb ik op de achterkant eigenlijk de volgende gegevens. Livia Love Lamant. Het is 12 uur 19 geboren, van 86 gram en 51 centimeter. En dan heb ik allemaal nog bij passende enveloppen erbij. In het roze. En dan haar initialen als sticker voor de envelop. Dus
dat is echt heel erg leuk. En dit heb ik net, ik ga van hak op de tak, met mama Mike Sean Jime gedaan. Had ik van Robin gekregen, voor een meisje die bij me werkt. Echt super leuk. Alleen het is best moeilijk met een baby, maar het is echt goed gelukt. En je moet kijken hoe klein het is. Ja, dit is mijn pink. Dus moet je nagaan hoe klein haar voetje nog is. Echt bizar. Vind ik zo leuk om te hebben voor later. Dat hebben we gedaan. We hebben geboortekaartjes gemaakt. Ze wordt wakker, het meisje. Ik ga heel even snel het kamertje laten zien. Ik had namelijk heel veel vragen over de kamer, hoe dat nu eruit ziet. Dit is de kerstboom. Ik heb een roze kerstboom gekocht en deze heb ik voor Livia in de kamer gedaan. Ik had nog allemaal Diorlint over voor mijn baby shower. Vond ik super leuk. Afstikken voor in de boom. Dan hier slaapt ze nog niet in, maar die heb ik wel alvast even ready gemaakt. Ook alles pink. En dit is eigenlijk de ruimte die we het meest gebruiken. Ik heb dit net van mama Sjoerl meedaan, Mike en papa gekregen. Voor in de luiers te doen. Een winkel in Zandvoort hebben ze dat gekocht. Super leuk. Baby Dreams, als ik het goed heb. Er zit een aankleedhoes bij. Een mandje in dezelfde print. En een tissuehouder. Echt super leuk. Dus nu wordt het steeds bij beetje meer een leuk kamertje. Hoe schattig. Met nog al deze schilderijlijstjes. Die mooie kaars ook van Jasmijn gekregen. Met haar naam. En hier slaapt ze dan in. S'nachts. En het gaat, moet ik zeggen, mega goed. Livia is echt een hele lieve baby. Heel makkelijk. Ze eet, ze drinkt, ze poept en ze slaapt. En we hebben echt onwijs mazzel met haar. Ook zijn Duim en ik wel heel erg relaxed. Misschien helpt het ook. Dat ze dat ook een beetje aanvoelt. Is echt een heel tevreden meisje. En we kunnen niet wachten tot ze wat meer gaat praten en kletsen. En echt dat je echt contact met haar hebt. Dus wij zijn eigenlijk, hebben nog niet echt hele slapeloze nachten gehad van haar. Hey. Dus ik ga haar nu voeden. Welcome to the mom life. Het is wel echt, ik zoek dus een t-shirt met knoopjes, dat ik niet iedere keer mijn t-shirt uit hoef te trekken. Dus als jullie tips hebben. Ik heb wel al de BH van Calvin Klein. Die is nieuw. Dat vind ik echt de tip van de eeuw. En dit is nu mijn belly update. 2 weken verder. Toch wel een buikje, maar ik ben er al hartstikke blij mee. Ik doe er nu ook nog niks voor qua weestrainers of sporten. Dus dat laat ik net allemaal zo beloop. Ik ben natuurlijk voor 2 weken bevallen. En het gaat al de goede kant op. Ik mis mijn buik wel echt. Alle clichés en waar. Je mist de trap, de buik. Dat je opeens gewoon nu gewoon langs de zijkant kan zonder je buik. Echt vet gek. Dus dit was weer een kleine update van mij. En ik hou je op de hoogte. Oké, ik ben bij Marie thuis. En we zijn er dus achter gekomen dat ze moet gaan kolven. Ze is daar aan het voeden. Dus Hagen kwam echt precies op het juiste moment. Elektrische kolfapparaat. En ik ga het nu uitpakken voor jullie. En dan gaat Marie natuurlijk haar ervaring al delen. En dan kan ik weer bij haar kijken hoe alles gaat. Wat zeg je? Mijn kolfapparaat. Nou Marie, wij schelen maar 2 maanden. Dus ik denk als jij nog aan het kolven bent, dat ik ook moet kolven. Denk ik zomaar eventjes. Ik ging al mee jouw kolfapparaat weer gebruiken. Nee joh, ik eerste kindje heeft toch tot 2 jaar lang borstvoeding. Liefst wel, maar... Nou, dat bedoel ik. Dus, Marie test nu alles voor mij uit. Ze is mijn testpersoon. En die weet precies wat wel en niet werkt. Dus dat is super handig voor als ik straks ga bevallen. Van die kleine. Dan weet ik precies wat werkt. Dit vind ik dus weer enig. Dat alles een beetje in die nude tint is. Apparaat is ook mooi, toch? Nee? Ja, dat vind ik heel erg. Dit is toch super mooi. En niet van die lelijke opvallende kleuren. Gewoon heel mooi basic voor zowel jongen als een meisje. Hoe gaat het met kleine Livia? Nou, Livia gaat eigenlijk mega goed. Ze is echt een heel tevreden babytje. Slaapt, ze eet. Ja, en dat is het enige wat ze doet. Ze helpt niet. Nee, sorry. Dus we hebben echt heel veel mazzel. En heel veel mensen zeiden van, geniet er van dat je nog maar eens 2 bent. Het wordt hel. Nee, ik vind het helemaal niet hel. Want het herstel vond ik wel echt van de bevalling pittig. Dat had ik niet zo pittig verwacht. Maar nee. Qua Livia, hoe zij is en hoe ze nu gewoon erbij hoort, wil ik eigenlijk niks anders meer. Je doet het samen ook hartstikke goed. Ja, dus dat scheelt ook hartstikke erg. We helpen elkaar mega goed. Dus ja, je vult elkaar goed aan. En die kleine voelt dat denk ik gewoon. Ik denk ook gewoon als je heel relaxed bent, dat je kleine baby dat ook is. Het zal wel meehelpen denk ik inderdaad. Dus het, voor nu zijn Romee en ik super bang dat wij... Wij hopen dat we ook een klein Liviaatje krijgen qua slapen, eten. Ja, we hebben volgende week dinsdag onze eerste consult. Dus vanwege corona moet ik dat wel met eentje doen. Maar dan horen we of ze goed gegroeid is en of het allemaal in de normen past. Dus ik ben heel erg benieuwd, want we hebben het voor het laatst gewogen met de kraamzorg. Maar ik denk echt dat ze heel veel is aangekomen. Ik geef nog steeds borstvoeding. Ja. En die ook met kolven doe ik er ook erbij. Maar ik weet, ik merk wel echt dat het heel heftig is. Ik denk dat ik er wel een soort van combinatie ga maken met flessenvoeding. Ja, dat is heel lastig. Want wij in januari hebben soms inkoopseizoen. Dus ik kan Marie niet heel veel thuis zijn. En als je dan alleen borstvoeding geeft, dan... Nee, je merkt gewoon wel. Met werkende moeders kan het eigenlijk soort van niet. Of je moet continu kolven, maar dat is ook wel pittig. Ja, ik heb heel veel voedzame voor borstvoeding, maar niet veel. Dus het is, ben nu echt wel bezig al voor shoulder baby shower. Dan blijft Liviaatje natuurlijk thuis. Ben ik ook echt niet al 3 dagen bezig. Dus als je dat voor het inkoopseizoen moet doen. Maar ja, we shall see. Ik heb nu wel een maand volgehouden al. En dat vind ik sowieso belangrijk. De eerste maand wel borstvoeding geeft. En kijken of wij zijn ook flesvoeding gekomen. Dus met ons is het ook goed gekomen. Komt het ook allemaal goed. En ik heb het eerste flesvoeding geprobeerd. Ik had vertel gisteren. Ze vond het lekkerder denk ik dan mijn eigen borstvoeding. Oh echt? Ze was helemaal... Ze wilde het flesje niet meer loslaten. Zo heftig. Ja.
Nee, dat scheelt ook weer. Dat scheelt wel. Ze vindt alles lekker. Maar ik zit daar met een kleine lipje vandaar dat ik af en toe naar links kijk. Oh ja, ik heb ook in deze week nog mijn geboortekaartje laten zien. Ah, oh, die is zo mooi. Laat die hem pakken erbij. Ik pak hem even erbij. Ik heb eigenlijk het print van Dior. Dat was echt een lelijk stikje deze. Maar goed. Print van Dior heb ik terug laten komen in het geboortekaartje. Ik heb bij Lief Leuk een eigen laten maken. En het is dan schattig. Het is zo'n cellofaantje. Met een strikje. Ja, ik vind het echt beeldig. En dan alles met goud. Omdat we dat ook gewoon in de babykamer hebben. En op de achterkant staat de tekst. Alleen daar staat ook bij waar Marie woont. Zo, dus dat kunnen we niet laten. Nee, dat heb ik al laten zien in de vlog zo. Ja, dus jullie hebben in de vlog al gezien. Ik ben er heel blij mee. Eerst twijfelde ik of ik een geboortekaartje moest doen. Omdat het nu eigenlijk allemaal digitaal gaat. Maar voor de oudere generatie en voor mijn ouders. Die vinden dat toch wel echt leuk om fysiek. En toch uiteindelijk vind ik het ook wel echt leuk dat ik het toch wel heb gedaan hoor. Dus ik ben er wel echt blij mee dat ik het toch wel geboortekaartje. Ja, wie stuurt er nou tegenwoordig nog kaartjes naar elkaar? Ik vind het wel leuk. Ik ben helemaal naar de postbus gebracht. En denk je, hoop maar dat het goed aankomt. Krijg van iedereen een appje. Ik vind het wel een leukste kaart te schrijven. Ja. Dus nee, dat is helemaal leuk. Oké, Mike en ik zijn onderweg naar Quentin Johnson. Gek. Hij is ook mijn telefoon, de brug gaat open. Ik wil even appen dat ik ietsjes later ben daardoor. Maar we gaan naar Grant & Johnson, dat is een architectbureau voor ons huis. Of voor ons appartement gaan we finalize. Ga ik voor het eerst jullie onze plannen laten zien. En waar ze zitten en hoe zij werken. We hebben precies dezelfde stijl, dus dat is echt top. Dus gaan we jullie mee meenemen. Onderweg. Goede belichting hier ook, not. We zijn nu bij Grant & Johnson's. En dit hebben ze voor ons ontworpen. Is een beetje lastig om doorheen te kijken. Maar ik ga even het oude plan erbij pakken en zie jullie hoeveel verschil het is geweest. En hoe strak het nu is ontworpen. Dit is hun studio. Kantoor. Kan je ook al een hele stijl zien. Heel strak. Eigenlijk wat ik en Mike prachtig vinden. Allerlei stijlen door elkaar heen. En wij zitten daar. En wij gaan dan echt voor de onyx en marmer kleuren. Deze hebben we uitgekozen voor het bad. Die voor de tafel. Teddy. Linnen als gordijnen. Heel veel met glas gaan we werken. En alles in nude tinten. En dan hebben we ook weer getint glas voor bij het nude. Dus het wordt heel mooi. Hè, mopje? Ik neem jullie mee. Ik neem jullie mee. Naar het designproces. Nou, zo hebben we het dus gekocht. Lelijk. Nou ja, lelijk. Het is gewoon evenwijdige slaapkamers. Hele grote badkamer. Dit is allemaal glas. En dan hebben ze de keuken dat je tegen de muur aankijkt. Vonden we ook heel raar. Nou ja, twee kastjes voor ons. Dat lukte ook niet. En dan bababam. Hebben we hier dit gemaakt. We hebben dan een hele mooie badkamer. Waar we hebben maar één wc gehouden. Het oorspronkelijke design had er twee. Maar dat was echt tegenover elkaar. Nou ja, mega veel kasten. Deze kasten worden doorzichtig helemaal. Omdat dit helemaal doorheen kijken is met een raam. Maar we gaan dus van heel oudbollig. En heel basic naar super minimalistisch en heel strak. We gaan nu door naar de Louis Vuitton store. Kerstcadeaus alvast kijken. Ik ben net bij Quentin Johnson geweest voor ons huis. Dus meteen drie afspraken in Amsterdam gepland. En dan moet ik eigenlijk om 5 uur in Zandvoort zijn. Ik weet eigenlijk niet of ik dat red als ik nu aan het rekenen ben. Maar goed, we doen ons best. Ja, jullie nieuwe huis. Wanneer is het klaar? En wanneer heb je dit gekocht? Dat hebben we eigenlijk denk ik helemaal niet... Ik heb dit denk ik... 2 jaar geleden alweer gekocht? Nou ja, wel hoor. Ja, ik ben natuurlijk nog niet zwanger, is al 9 maanden. Ja, 1,5 jaar zeker. Ik al 1,5 jaar met Mike. Ja, 2 jaar dan. Is het zo snel gegaan? Ja. Nou, in ieder geval, het zeg rond 1,5, 2 jaar geleden. Het wordt een heel mooi appartement, gelijksvloers. Alleen, we hebben het natuurlijk gekocht, dus het is best wel standaard. Ieder natuurlijk zijn ding. Ja. Maar wij vinden zelf het hele minimalistische, het hele strakke echt top. Want wij zijn echt slordevossen. Ja. Dus hoe minder er staat, hoe minder troep we kunnen maken. Het enige is dat we dit wel al hebben bedacht voordat ik zwanger werd. Dus alles wordt nude. Glas, open haard. Niet heel kindvriendelijk, dus we moeten het iets kindvriendelijk maken. Maar ik denk gewoon wel dat je met een kind een nude huis kan hebben. En een witte nou, bank. Ik zag toevallig op iemand anders, die had ook gewoon een witte bank. Die zegt ook van, als je er gewoon goed op let. Maar natuurlijk is het niet ideaal, maar goed. Maar goed, ik bedoel, ik ga niet mijn hele huis aanpassen. Omdat het misschien vies kan worden, dan wordt het maar vies. Ja, maar goed, kleden. Ja, nu komen we steeds dichter bij het eindresultaat. Dat ze zeggen dat volgend jaar juni waarschijnlijk onze verdieping af is. Ja. Dus jullie gaan nu steeds meer denk ik meekrijgen in de vlog. Want nu moet ik mijn items uitkiezen. Zoals de... Hoe zullen banken willen de bank? Kamers, slaapkamers, de kinderkamer natuurlijk nu ook. Ja, en ik heb iets heel leuks. We hebben ook een geheime kamer gemaakt in ons huis. Ga eens wat vertellen. Ik denk het wel. Ik denk ook dat ik wel een keer ga laten zien. Zoals Chiara Ferragini. Die heeft zo'n kast met Venice. Ja. Die zo zat. Die kan ze dan openklappen. En daarachter zit nog een hele inloopkast. En dat wat je dan niet verwacht. Dat is echt super leuk. Dat vond ik super leuk. Dus dat heb ik eigenlijk gecreëerd met Grant & Johnson. Dat is een architectbureau. Die helpt ons daar helemaal bij. Dus dat is echt super. Want zelf hebben we de ideeën wel. Maar op schaal echt alles in kunnen tekenen. En dat je ook nog moet nadenken dat je nog genoeg loopruimte is. En afstand. Dat is natuurlijk altijd wel wat lastiger in te schatten. En jij en ik hebben ook een huis gekocht. Ah!
Iedereen zei, waarvoor wil je nog hier met een baby? Ja, of het zo makkelijk is. Maar op zich had het makkelijk ook kunnen. Ja, dus dat vind ik ook onzin. Maar jij en ik hebben ook een huis gekocht. En dus dat zullen we denk ik ook... we krijgen onze huis weer hetzelfde oplevering. Dus weer te toevallig hoe het loopt. Te toevallig. Dus we gaan allebei met Grant & Johnson aan de slag. Totaal verschillende stijlen. Verschillende. Ja. Maar die heeft echt een heel leuk stadshuis gekocht. Of hoe noem je zoiets? Echt, en ik heb een huis. En ik heb huis met boompje beestje. En jij hebt echt een mooi penthouse. Een soort idee, ja. Ja. Dus dat is wel grappig. Dus dat gaan we hier zeker ook weer in meenemen. En dan moet je even tikken op het beeldscherm. Tikken op het beeldscherm. Dat is scherp stelt. Dan gaan we iets verder houden. Gewoon rustig tikken. Ja, nu wil je. Nou, wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag mijn nagels doen. Bij Gaby voor de baby shower alvast. Voor de hele mooie nagels. We zijn onderweg van Zandvoort toe naar Den Haag. Den Haag. Alleen maar van Den Haag. Mooie stad. Vind ik wel leuk als je zelf filmt hoor. Achter de duinen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eindresultaat wordt, maar ik ga het voor jullie filmen en meenemen in de vlag. What? What? En ik draag mijn heerlijke nieuwe rijntjepak in de kleur mauve. En de wat? Mauve. Mauve? Mauve? Oké, dit zijn mijn nagels nu. En er wordt een wereld van verschil. Oké, we zijn ze nu in shape aan het veilen. Maar dit is echt cape. Oh, je ziet. Oh jawel, je ziet je wel. Echt haar ding. Stiletto's. En we gaan er dus vol beplakt met stenen. Voor je zo blijven. Oké, de nails zijn geveld. En we gaan nu het allerleukste doen. We gaan er stenen op plakken. En niet zomaar stenen, dit is Swarovski stenen. Alleen maar echte. Oh, dit is toch heerlijk. Oké, we zijn nog steeds bezig. As you can see. Maar de eerste drie nagels zijn al klaar. Het is bizar mooi. En het past onwijs bij het Winter Wonderland thema. Nog even extra schoonmaken. Alles voor de shine. Alles voor de shine. Dit is insane. Je hebt een cadeautje. Ja. Cadeautje voor de baby voor mij. Maar mij. Te vast uitpakken. Dip, 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 dip. Je weet niet of we het al hebben. Dat zou niet zo slim zijn dan. Oh oh. Burr, baby. Ja, baby. Oh, ik ga stuk om jou. Jij kan ook nooit wachten. Oh, nee, die hebben we nog niet. Oh, die is heel leuk. Het einde. Oh. Oké, ik ben nu klaar van de nagels. En ik heb echt de allermooiste nagels ever. Onze baby shower is Winter Wonderland. En ik denk dus dat Marie ook iets met ijspegels gaat doen en sneeuwvlokken en noem maar op. Dus vandaar dat ik ook deze mooie Swarovski. Ik zat zo even van close-up filmen. En Mike is lekker naar de stad geweest. En die heeft ook allemaal dingetjes gekocht, hè? Maar kijk nou, dit is toch bizar. Kaby weer gedaan. En het is gewoon echt stijlscherp. How pretty it is. Wauw, 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 wauw. Ik ga nog de hele dag naar mijn nagels kijken. Oké, mams en ik zijn bij Bloemveld aangekomen. Want we gaan mijn baby shower outfit ophalen. En ik heb allemaal spullen mee om ermee te combineren. Dus ik heb er super veel zin in, maar het is super koud. Dus ik ga even ophangen. Bloemveld, we are here. Nou, we zijn er. En ik draag momenteel een Reiners outfitje. Ik word hier erg gelukkig van. Zo jurken. Nu even aan het wachten tot mijn jurk wordt gepakt. Wat denk je dat het is? Wit, blauw, strak, wijd. Ik laat jullie een kleine sneak peek zien, maar in de volgende week vlog laat ik de totale look zien. Dus jullie moeten misschien nog eventjes wachten. Het matcht sowieso met mijn nagels. En ik draag nu de Reiners body met een legging. Reiners op. En hier zitten ook mooie Reiners. In de kleur mauve. Oké. Vloggen? Ja, misschien wel eigenlijk. Ja. Deze. Oh, is die stuk? Ja, hij valt af en toe voor. Maar dit is toch vloggen? Ja, hij staat al aan. Oh, shoot. Kijk, of hij is scherp gesteld. Is het goed licht? Ja, ik denk het wel. Wil je zelf nog even zien of het goed licht is? Ja, het is niet anders. Nee, het is niet anders. Nee, beeldig. Ah, schroomblik. Beeldig, Siels. Even kijken. Ja, stap nu maar eens op de pedestal. Pedestal. Yes. Lovely. Beeldig ben je. Oh. Staat je zo leuk. Echt enig. Beeldig. Echt heel erg leuk. Ik denk de knielaars. Ja, ja, ik vind die overknieën wel heel erg leuk. Gewoon allebei, je kan toch aflossen ook? Ja, dat denk ik ook. Superleuk. Ja, stinkje. Het is een sprookje. Je hebt echt een sprookjesjurk. Ja, hè? Sneeuwvlok. Nou, enig. Hoe zou je er in godsnaam uit gaan zien als je gaat trouwen, Hielsje? Ik ben
Tuurlijk. Meer glitter en glamour dan. Beeldig. Zijn geen emoties? Ja, vind ik gek. Maar Kees. Nee, doet me niks. Hoe leuk. Het is een mooie glitterband. Zul je maar stinken die make-up, die tutu, hè? Ja, daar zijn we. En ze is geslaagd hoor. Bij Bloemveld. Helemaal blij. Geweldig. Mooie jurk. Zo benieuwd straks aan het eindresultaat, Jules. Enig, hè? Mega, mega, mega. Je zou denken aan het donker te zien dat het nu laat is, maar het is 8 uur 's ochtends. En we gaan mijn haar doen als een proefkapsel voor mijn baby shower. En Mike is lief mee. Hé, liefde. Om te kijken hoe het gaat staan. En mama komt ook zo. En ik heb ook stinky. En dan gaan ze zo'n Ariana Grande look maken, girls. Dus, prepared. Oké, ik heb nu mijn haar erin gezet. Oh my god. Het is toch geweldig. Ik ben echt een ice queen, hè, mam? Ja, superleuk, hè? Echt heel leuk. Is het mooi, hè? Het zit echt te gek, Jules. Het is zo leuk. Je wil het echt inhouden, hè? Het is enig. Straks met je hele outfit. Het is echt geweldig. Ja, is echt superleuk. En dan die oorbellen. En dan is het allemaal echt mooi. En je make-up heb je nog niet eens op, hè, erbij. Nee. Oh, nee. Wat is het leuk. En heel handig trucje hoe we dat gedaan hebben. Dat zeggen we lekker niet. Het is geheim van de kapper. Toch, Della Ram? Het is jouw geheim. Leuk. Enig. Ja, de baby shower. Oh my god. Is het een verrassing nog voor jou? Nou, het is natuurlijk lastiger. Want door corona, het mag wel allemaal wat we gaan doen. Dus daar houden we zeker rekening mee. Maar daardoor moesten er heel veel dingen worden gevraagd. We hebben een beperkte aantal lijst bijvoorbeeld. Nou, de locaties zijn ook niet heel erg, niet veel keus. Dus het kost allemaal best wel wat. Dus eigenlijk moest ik het wel weten welke datum het is. Ja, ook voor gewoon de familie. En omdat ik zelfs ook een stukje gewoon betaal. We gaan het gewoon heel intiem houden. Wel natuurlijk volgens de RIVM maatregelen. Ja, we hadden dit 2 maanden geleden eigenlijk bedacht. En toen dachten we nog, nou, tegen die tijd is het echt wel weer toegestaan, dit dat. Maar we hebben nu een tafel van wel liefst 27 meter. Want ik moest de mensen informeren van Marie dat het iets later begon. Ja. Omdat we overal die 1,5 meter hebben behouden. Dus we denken er hartstikke goed aan. Maar daardoor is het nu nog meer versierd en nog groter. Ja, het wordt echt. Jules weet wel het thema van de baby shower. Ja, winterwonderland. Maar ze heeft geen idee hoe het eruit komt te zien. Dus dat is eigenlijk qua verrassing. Is dat wel echt nog voor jullie? Ik heb geen idee. Nee, we werken natuurlijk wel altijd met dezelfde partij samen. Dus je kan wel een indicatie maken. Maar wat we nu hebben bedacht. Ik zit al een pin met Jasmijn. Blown away. Ik vind ook echt. Het moet echt voor 2 weken moet het eigenlijk daar staan. Het is zo zonde. Maar het is dus. Het is bijna. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Dus dit zouden jullie zeker in de volgende week vlog gaan jullie dit zien. Ja, de volgende week vlog wordt alleen maar over de baby shower. Alleen maar de baby shower. En ik heb dus mijn nagels gedaan. Als een soort van ijspegels. En ze zitten nog steeds. En ik heb dit een week geleden gezet, jongens. Dus ik kan er zeker mee omgaan. Alle steentjes zitten ook nog. Ja. En of ik mijn nagels mis, ja. Heel erg. Maar ik ga wel gewoon weer nagels zetten hoor. Maar niet stiletten, maar ballerina. Maar gewoon vierkant. Ja. Wij hebben gewoon nagels al sinds 13. Dus ik weet hoe je ermee moet werken. Ik denk als je 0 meter lang gaat, is het niet handig met een baby. Maar als je eenmaal weet hoe je die nagels moet gebruiken, dan kan het makkelijk. Dus ik ga wel zeker voor mijn nagels. Maar niet stiletten en diamant. Nee, en ik ben er zo blij mee. Ja, het klinkt er zo mooi. Zo leuk. En ik ben dan ook nog met mama naar Bloemveld geweest. Voor mijn trouwjurk. Ze hebben daar heel veel mooie trouwjurken. Maar ik heb daar mijn feestjurk voor de baby shower. Want ik wil een hele grote sneeuwvlok zijn. Door een little snowflake. Nou, een little snowflake. Dus daar ben ik ook super blij mee met de jurk. En dan combineer ik het weer met mijn Reinders overnielaars in het babyblauw. En je hebt blauw haar van Wilhelm Online. Ik krijg blauw haar inderdaad. Mike heeft een blauw haar en een blauw pak met witte. Mijn outfit is helaas nog niet binnen. Nee, dat is nog echt wel rot. Ik ga nu gewoon leuk de Reinders collectie blauw aan doen. Maar ik vind dit ook super leuk. Ik heb het helemaal over de top. Dus echt scheelt jullie en Mike. Ja, dus ik denk dat jullie ook wel blown away zijn. Zo, good morning. Ik was net met mijn make-up bezig. En die moest Liefje weer huilen. Waarom moest je huilen dan? Onze Livia. Waarom moest je huilen? Die heeft weer honger. Ik had heel veel de vraag naar jullie of je iets meer Livia ook kon filmen. Maar het is best hectisch. Nieuw mom life en even een beetje nieuwe dingen. En zoals make-uppen gaat dan ook weer even niet hoe je het dan hebt. Het was gewoon een boertje. Hoe je het normaal gesproken lekker in je vrije tijd zou doen. Maar ik ga haar nu even borstvoeding geven. Want ja, ik geef haar nog steeds borstvoeding. Het wordt wel een beetje zwaar. Ik ben ook aan het afkolven. Want Sjoe en ik hebben in januari ons inkoopseizoen. Dus ik ben nu al bezig met afkolven. En het is wel een beetje overtoeren voor de borsten. Ik weet echt niet wat ik meemaak. Hoe erg je lichaam verandert. Met een baby en je leven. Maar ik vind het echt het leukste wat er is. Ik zou echt niks anders willen dan een baby.
Hé? Dus ik ga even borstvoeding geven en dan kom ik zo bij jullie terug. Hoe het is als ze even goed aangelegd is. Maar het is echt de liefste baby die je maar kan wensen. Ze groeit goed, ze eet en ze slaapt en ze is echt heel tevreden baby. Ja, zo makkelijk gaat het. Dus kijk, ze heeft echt een bos vol met haar. Superveel. En het is nu, als je deze vlog bekijkt, is het nu alweer een maandje. Ik vind het echt bizar hoe snel dat gaat. En ik ben echt gelukkig. Leven momenteel echt in een bubbel nog met jij. We zijn met z'n drieën thuis. Het is hartstikke koud, dus... We zijn echt alleen maar aan het genieten en aan het knuffelen en eten geven en that's it. Hoe de nachten gaan valt me ook nog mee. Zij slaapt om de 4 uur, wordt ze wakker. Echt ideaal. Ze slaapt wel in een co-sliepertje hiernaast. Ik heb nu even dat kussen erin, maar die hoort er natuurlijk niet in. Voor als ik mensen daarover krijg. En dat gaat alleen nog niet zo heel goed in haar eigen bedje. Ik denk dat het max 2 uurtjes volhoudt in haar eigen bedje en de rest slaapt ze bij mij. Dus ik heb nu even toeltjes ervoor gekocht om te kijken of dat ze probeert. En in de middag slaapt ze er namelijk wel heel goed in. Dus ik denk dat ze gewoon nog heel even de mama wil liggen huid op huid. En eerlijk gezegd, ik vind het ook echt heerlijk nog. Dus ik support het ook nog niet heel erg eigenlijk denk hoe het zou moeten. Maar ja. Het is ons eerste kindje en ik vind dat we het echt goed doen al met z'n tweeën. Oh, we moeten even helpen. Ja, ga je lachen. Oh, wat goed. Dit is net in het filmpje. Dit is het gezichtje van Olivia die net heeft gegeten. Helemaal vandaan. Heel veel mensen vragen wat voor kleur ogen ze heeft. Dat is nog heel moeilijk te zien. Zoals in dit licht lijkt het echt bruin. En soms lijkt het ook wat donkerblauw. Dus nog even spannend, hè, Liefje? Ja. Oh, ze is zo leuk. En ze heeft een beeldig pakje aan van Dior, die ik van mijn verkoper heb gekregen sinds van stijl. Echt, ik vind het zo lief. Ze kan nu eindelijk aan, het is een maandje. Kijk, die voetjes. Waar was ik gebleven? Oh ja, betreft borstvoeding. Ik geef nog borstvoeding. Ik ben alleen nog ook aan het afkolven, dus dat is nog best wel een pittig dingetje. Tot nu toe hou ik het vol, maar ik vind het wel erg veel eisend. En gelukkig is het heel makkelijk, want ik heb nu ook in een flesje mijn eigen borstvoeding gedaan. Dus dat drinkt ze meteen. Dus dat gaan we nu ook doen, dat ik in de nachten wat minder eruit hoef. Dat we gewoon lekker gaan afkolven. Wat ik trouwens aan jullie wilde laten zien. Ik draag nu van Calvin Klein een voedings-BH. Dat is nieuw. Dat is echt ideaal. Ik wilde namelijk ook graag mijn tips delen met jullie. Want ik kon echt geen mooie borstvoeding-BH'tjes vinden. Niet dat het per se mooi hoeft te zijn. Maar ook dat je nog een beetje er normaal voor je gevoel uitziet. Want je lichaam is dan toch echt veranderd. Ik heb heel veel vragen over nog mijn buik. Ik zelf vind het niet heel erg fijn om te delen. Maar ik laat het wel gewoon zien hoe het in real life natuurlijk is. Dit is nu mijn buik na een maandje. Zoals je ziet heb ik nog steeds die lijn. Die is nog niet weg. En mijn navel is nog heel erg groot. En je merkt gewoon dat het nog een beetje zacht is overal. Maar ja, dat is niet het belangrijkste natuurlijk. En ik ga wel natuurlijk weer sporten straks. En dan moet ik weer op mijn oude gewicht komen. Het is pas een maandje geleden. En ik draag voor in mijn BH van Ethos, van die pets. Aangezien ik het anders echt niet volhoud. Dus het waren even mijn kleine tipjes voor borstvoeding, BH en pets. Ik ga nu even opmaken en dan zie ik jullie zo. Dit is trouwens ook echt de beste tip ever. Het heet eerst Sleepy Head, maar het heet nu Dokatot. En dat vindt ze echt heerlijk om in te liggen. Hé, Livia. Frank, nee. Ga maar zitten. Het liefst wil jij haar helemaal oplikken, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Hallo, mijn meisje. Hallo. Kijk, nee, is die alweer? Nee, Frank. Nee, dat gaan we niet doen, hè, Livia? Nee. Ga niet ons laten likken doen, Frankie. Wacht maar, met 2 jaar kan je met haar spelen. Ja. Volgende weekvlog zie je voornamelijk dus de babyshower van Julie en mij. Hoe het verder gaat met Liviaatje. Ik denk dat je alleen maar nog de laatste tijd Livia babyspam krijgt. Want ik denk dat je volgende week alleen maar de babyshower. Want het wordt zoiets groot. Ja. Dus blijf op de hoogte. Blijf subscriben. Als je nog blijf abonneren. Over het t-shirtje. Hij is beeldig namelijk. Is onze oversized t-shirtjes weer. Met een leuke square. En op de achterkant Reiner. En die komt eigenlijk in elke kleur in de collectie. We hebben ook hiervan de eerste beelden gedropt op onze Instagram. De show wat liefde deel. En we hebben niet alleen pasteltint. We hebben ook nog heel veel basiskleuren. Maar dat gaan we allemaal nog met jullie delen. En dat zien jullie ook wat ik draag in deze vlog. Ik draag in deze vlog namelijk best wel veel mauve. Ah. Dus dat is eigenlijk allemaal wat, eigenlijk alles wat ik draag is Reinertje in deze vlog, denk ik. Nou, superleuk. Ja. Ik draag eigenlijk bijna niks anders. Nee, maar af en toe heb je net zo'n momentje dat je het niet aan hebt. Dat mensen dan denken van, je hebt nou het Reiner vragen. Nee. En nu draag ik alleen maar blauw, 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 blauw. Ik ben ook voor in de move van blauw. Dus blijf abonneren, blijf subscriben en love.